Om positief impact te kunnen maken als een bedrijf moet je gaan kiezen. Je kan niet op alle terreinen tegelijk werken, je kan niet overal in winnen. Die keuze hebben wij ook gemaakt. En wij hebben gekozen voor gezonde voeding, voor minder voedselverspilling en voor een inclusieve werkomgeving. We zijn een food retailer, een voedingsdistributeur en uiteindelijk dat is wat wij verkopen. Dus we kunnen, als je zegt, je wilt echt verschil gaan maken, dan moeten we gaan kijken wat kunnen we daar doen om de wereld een beetje beter te maken. Gezonde voeding is belangrijk, minder voedselverspilling is belangrijk. Dat zijn de dingen die we dan gekozen hebben. De grootste uitdaging die wij zien is gezonde voeding aan onze klanten bezorgen. En waarom is dat de belangrijkste uitdaging? We weten dat er zijn 7,5 miljard mensen op de wereld. Daarvan zijn ongeveer 2 miljard mensen die overgewicht hebben. En er zijn zoveel problemen naar de voeding die mensen tot zich nemen. Zout, vetten, suikers. We weten dat dat een probleem is. Wij moeten er iets aan doen. Als voedseldistributeur, als grote voedseldistributeur, kunnen wij daar iets aan doen. Ahold Delhaize is actief in 11 verschillende markten. En telkens gaan we zoeken wat het meest relevant is qua businessstrategie, maar ook naar strategie van sustainable retailing. Ja, bijvoorbeeld in Griekenland gaan we kijken hoe kunnen we mensen helpen gezonder eten door te kijken hoe we het mediterrane dieet terug meer bekend kunnen maken bij de jonge generatie. De fusie van Ahold en Delhaize heeft gemaakt dat we best practices van elkaar zijn kunnen gaan bekijken en daarvan leren. Bijvoorbeeld was Ahold veel beter in gezonde voeding. Dat was echt een thema wat al heel sterk aanwezig was. En dat zijn we gaan uitbreiden naar andere landen. Hoe is dat aangepakt? Hoe deed Albert Heijn dat? Hoe deden de Amerikaanse bedrijven van Ahold dat? En dat zijn we gaan uitbreiden naar alle landen. Delhaize daarentegen was bijvoorbeeld beter in het zetten van doelstellingen voor al de verschillende elementen binnen een sustainable retailing strategie. En dat hebben we dan uitgerold naar de Ahold-landen. Dus in die zin hebben we practices van beide telkens gebruikt en die ingevoerd in het nieuwe Ahold-lijst.